Hallo allemaal. Mooi masker, hè? Maar we leven dan ook in vreemde tijden. En dat geef ik helemaal toe, want ik moet dus nu ook de hele dag met een mondkapje oplopen. Het is chaos overal, maar als er iets is dat wij als magier kennen, dan is het chaos. En om even iemand te quoten, je kan je vragen wat wordt mij aangedaan, maar je kan je ook afvragen wat wordt er voor mij gedaan. En die laatste, daar denk ik aan. Is het allemaal erg? Ja, natuurlijk. Dat staat natuurlijk buiten discussie. Ik ga het ook niet over de corona zelf hebben, want daar wordt al genoeg over gesproken. Maar ik ga het hebben over wat kan je nou doen? Want je ziet in de mensen veel agressie, onrust, etc., etc. En dat hebben we het hele jaar al. Maar wat kan je nou gewoon eens doen? Kijk gewoon eens, probeer het naar de positieve dingen te kijken. Van wat wordt er voor je gedaan? Als je bijvoorbeeld denkt aan, laten we zeggen, de verplichte bezoekjes die we allemaal hebben, waar we eigenlijk geen zin in hebben, maar het moet, want het is verplicht. Kan je nu rustig zeggen, sorry, kan niet. Positief, dacht ik zo. Of ik heb zelf altijd een hekel aan gehad dat mensen gewoon dicht op me stonden, in winkels en noem maar op. Daar heb ik altijd al een hekel aan gehad. En nu kan je gewoon legaal zeggen, hi. 1,5 meter afstand. Het is nu allemaal mogelijk. Dus dat is voor mij gedaan, denk ik dan. En zo zijn er wel meer dingen. Je mag een hoop niet. Waarschijnlijk wordt het straks weer nog minder. Maar wat kan je dan wel? Als je kijkt, bij mij is een opleiding op mijn pad gekomen. Dus aangezien ik thuis moet blijven, met werken kan het niet, maar privé. Probeer ik toch zoveel mogelijk thuis te blijven. En er komt nu dus een opleiding op mijn pad die ik ga doen voor mijn werk. En zo kan je dus bedenken, waar heb ik nu tijd voor? In plaats van vast te klampen aan ik wil dit, ik wil dat. Ga eens kijken, wat kan je wel? Vorig jaar is mij al verteld door Asmodeus, of door Asmodeus, door Samael van Laat Los. Daar heb ik heel lang over nagedacht en dat sloeg op een heleboel dingen. En nu kwam Asmodeus door van pak vast. Ik dacht nog tegenstrijdig, eerst moet ik loslaten en nu vastpakken. Maar nu begrijp ik hem. Je moet gewoon bepaalde dingen loslaten van oké, dit kan ik niet, dit mag niet, dit is te gevaarlijk, whatever. Maar kijk aan wat je wel vast kan pakken. In mijn geval is het dan een opleiding. Er kwam uit de meest onverwachte hoek een gesprek met een hele hoge manager met de vraag van wat doe je hier nou eigenlijk? Je kan zoveel meer. En daar had hij gelijk in, maar dit was ook weer gestuurd door mijn grote vrienden. Want als je, wat ik net al zei, als je ergens mee bekend bent, is het chaos. Daar ben ik mijn hele leven al mee bekend. Als je met Lucifer, Seth, Azazel en noem maar op werkt, ken je chaos. Maar je leert ook je weg daarin te vinden. Dus in plaats van vastklampen aan dit mag niet, dat mag niet, maar ik wil dit en ik wil dat, ga nou gewoon eens kijken naar wat kan ik wel. Ga gewoon eens naar een andere kant op. Wat kan je nog wel? Je kan in principe met 3 man in huis zitten. Nou, ik zie het probleem niet. Dan ga je gewoon met je 3 zitten in plaats van met je 20. Heb je meer tijd voor elkaar? En dat zijn van die kleine dingetjes die je gewoon wel kan doen. En nou weet ik ook dat er een heleboel mensen depressief zijn, agressief zijn. En dat heeft ook te maken met bepaalde sferen in de lucht. Daar hebben we het ook al vaker over gehad. Over dat de sluier dunner is en dat soort zaken. En voor een hoop mensen is dat eng. Wij zijn hier dan ook allemaal om elkaar te helpen. Maar probeer gewoon eens anders te kijken naar bepaalde zaken. Wees voorzichtig, wat ik net liet zien, ik heb ook mijn mondkapje, of het helpt of niet, het is verplicht, dus doe ik het. Werkt het wel? Bonus. Werkt het niet? So be it. Is het comfortabel? Nee, ik ben astmapatiënt, dus geloof me, het is niet comfortabel. Maar als het wel helpt, win-win, als het niet werkt, nou ja, so be it, dan heb je je best gedaan. Dus in plaats van overal tegen zijn, probeer gewoon je weg te vinden in het midden en dan kijk naar wat wel kan.
En er zullen ook mensen op je pad komen uit onverwachte hoek die jou een hand bieden of die jou een tip geven of die jou een kans geven. Dat zijn allemaal dingen die nu ook gebeuren. En nou is het voor magiërs misschien wat simpeler te creëren, zeg maar. Maar iedereen kan verder kijken. Je kan loslaten om iets beters vast te pakken. En dat is de les die mij wel geleerd is dit jaar. En ook nu weer door Asmodeus, dat hij bleef roepen vastpakken, vastpakken, vastpakken. En dat heb ik gedaan. Ik zal het hele verhaal niet gaan vertellen, want dat wordt wel een hele lange vlog. Maar ik weet nu wel waar het op slaat. Ik heb natuurlijk ook een heel dik boek gekocht over Asmodeus. En op het moment dat ik het pakte om te lezen, werd er meteen al geroepen, dat weet je al. Dus dat is ook wel weer grappig. Maar ik wijd uit, ik wilde het eigenlijk gewoon hebben over de situatie van nu. In plaats van de paniek creëren, vind de rust. Want eigenlijk is het rustig. Mensen moeten afstand van je houden. Ik vind het prettig zelf. Mensen in mijn nek hijgen heb ik nooit van gehouden. Dus kijk gewoon naar die kleine pluspuntjes. Ga daar gewoon naar kijken in plaats van het vastklampen aan dit mag niet, dat mag niet, we kunnen dit niet meer, we kunnen dat niet meer. Er is namelijk nog genoeg dat wel kan. Je kan mediteren, je kan in trance, je kan een studie doen. Je kan zoveel. Je hebt je internet, je kan beeldbellen. Er is zoveel mogelijk. En als het gaat om de magiekant, creëer gewoon die rust. Daar heb je de magie voor. Op die manier kan je ook weer andere mensen helpen. Van, blijf nou gewoon rustig. Laat gewoon bepaalde dingen los. Zodat je je kan vastpakken aan wat jou verder brengt. Wat jou verder stuurt. Nou, dat wilde ik even vertellen vandaag. Ik hoop binnenkort weer live te komen. Maar zoals ik dus net zei, ik ben net weer begonnen met een opleiding. Dus ik heb het nu dubbel druk. Goed, dan wens ik jullie allemaal een fijne dag en tot snel weer. Doei doei!